kwijtgeraakt. Ja. Nu proberen we met ze weer aan de piek te draaien. Hallo, kent u misschien de maker van dit schilderij? Rembrandt. Kent niemand de maker? Het is geen Rembrandt, nee. Het is de maker van het schilderij. Ja, dat is weet het nou ook of niet? Wilt u een prijs hebben? Zo makkelijk. Echt niet? Nooit uit eten gaan? Ja, zelf weten hoor. Het is een actie, menu A en menu B. Kun je kiezen en kun je zelf de prijs bepalen. Ja, zelf de prijs bepalen van die twee hele economies. Jullie zijn met z'n tweeën? Ja? Wij zijn altijd met z'n tweeën. Nou, kijk, nog even eentje erbij. Kun je nog even eentje geven? Ja. Als je binnenkomt, gewoon het papiertje meenemen en dan zeggen van we hebben een geraden tietenbreugel en dan heb je een heerlijke woensdag gewoon een koopje uit eten. Ja, zelf bepalen. Ja. En ook dat heel gezellig wordt woensdag, hè, dat er veel mensen op worden. Ja, zeker. Ja, super. Hey, okay. Bedankt, succes verder. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. Ja, kijk, een meisje gewonnen. Sam? Sam? Ja. Of die, heb je het vast? Ja. Ja? Sam, nog even. Nee, nog even. Als je woensdag naar het Breugelhuis komt, een hele gekke actie. Ja. Je kiest dat deze drie gangen met iets. Heel exclusieve maaltijd dan. Oh, oké. Heel goed. Lekker. Oké, dankjewel. Echt niet? Geen gratis eten zien. Hoe zijn die dan wel? Ja, zien jullie misschien de maker van dit schilderij? Weet je misschien de maker van dit schilderij? De maker van het schilderij? Nou, de maker. De maker? Ja, schilderij. Dat zijn dan de breukmakers. Ik vind het wel, waarom wil je dat weten? Want ik kan je prijsje vinden. Dat zijn dan de breukmakers. Stille hint. Maar jullie zijn van echt serieus. Hier. Nou. We zijn van een breugelhuis. We zijn wat, en de schilder is breugel. Als je woensdag daar gaan eten, en je kiest uit meneer A of meneer B. Een heel exclusief drie gaan die mag ik zelf de prijs bepalen. Dan mag je zelf de prijs bepalen? Ja, ja zelf prijs serieus? Dus, het is een actie. Nee, er zit niks aan, het is een actie. Ze willen mensen. Gewoon zeggen van bij hem het schilderij gaat de kieper terug. Dan moet je het mij in de wacht. 5 euro of zo, dan heb ik voor 5 euro. Nou, dat vind ik nog wel een keer. Dat is leuk, ja. Ja, nou, dat snap ik. Dat ze daar weer een beetje komen, want het was altijd super goed met wat lopen met zijn hand, maar ze daar. Het zijn moeilijke tijden. Er is water tussen gekomen en dat is ook een keer plaats. Mensen moeten ook en ik heb heel lekker gewoon heel leuk gestemd om gewoon een keer te doen. Ik heb een Hartstikke leuk. Dank je wel. Oké, dank je wel.